Voor AZ was het een avond die ze snel willen vergeten. Het Conference League affiche met Anderlecht eindigde in een 2-0 verlies. Na afloop van de wedstrijd sprak ik samen met Sam Beukema en keek hij terug op de wedstrijd en over het optreden van de Alkmaarders. Sam, ik kan je frustratie begrijpen na deze wedstrijd. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, eigenlijk wel als nodig en ook wel frustrerend. Want ja, twee momenten doe je eigenlijk de das om. En als je ziet, ook met name in de tweede helft, als je wel gewoon zuiver aan de bal bent en het geduld bewaart, dat je echt op mogelijkheden komt. En volgens mij hebben we er zeker wel meer gecreëerd dan Anderlecht. Maar uiteindelijk hebben wij 0 goals gemaakt en zij 2. En ja, die twee momenten doe je de das om. Hoe vond je dat de verdediging vandaag stond? Ik denk het grootste gedeelte van de wedstrijd gewoon goed. Daar zijn we met elkaar bezig. Maar ja, wat ik eigenlijk net ook zei, twee momenten doe je de das om. En ik denk dat we daar meer moeten doen. Volgens mij is de eerste goal, komt hij net voor onze eerste zone. Nou, dan moeten we nog scherper zijn en misschien ook nog scherper bij de voorzet eruit halen. En de tweede goal in de tweede helft willen wij volgens mij hoog pressen en dan lukt dat niet. Dus dan moet je verlies nemen en als een gek terugsprinten. En daarna denk ik ook dat ik misschien nog meer de voorzet eruit had kunnen halen. Maar daarna ja, moet ook gewoon ten koste van alles dat schot geblokkeerd worden. En dat gebeurt dan niet en dan valt hij erin. En ja, dan is het wat ik zei, twee momenten doe je dan vandaag de das om en dat is best wel frustrerend. Ja, dat kan ik vooral begrijpen. Je had het er ook over dat in aanvallend aspect jullie ook veel kansen hadden. Waar ontbrak het dan aan voorin, dat het niet lukte om de goal te maken? Ja, dat is denk ik ook gewoon een stukje overtuiging wat er dan toch wat meer in moet. Want ik ben blij dat we wel in die situaties blijven komen. Want we hebben het hele seizoen al gezien dat die kwaliteiten er gewoon zijn binnen onze ploeg. En ik heb er ook gewoon vertrouwen in dat zolang we in die situatie blijven komen, dat hij op een gegeven moment een keer gaat vallen. Maar ja, het is wel noodzakelijk dat hij gaat vallen, dat zeker. Je staat nu de laatste week weer op het veld. Hoe gaat het eigenlijk? Daar ben ik sowieso weer heel blij om natuurlijk, dat ik er weer sta. Maar ja, het is wel gewoon de beslissende fase van het seizoen. Dus ja, ik moet er ook meteen staan en weer gaan leveren. En ik merk aan mezelf dat ik wel gewoon weer fitter word en, of gewoon weer fit ben. En ja, gewoon blij ben dat ik er weer sta, maar ik moet wel... ja, zeker zorgen dat ik ook betrouwbaar blijf en ja, daar ben ik hard mee bezig en dat gaat elke wedstrijd beter. Qua je niveau voor je blessure, vind je dat je het weer aantikt? Nou ja, ik denk dat ik voor mijn blessure inderdaad gewoon een heel goed niveau aan heb getikt. En ja, dat moet nu zo snel mogelijk weer terugkomen, want wat ik zei, we zitten in die beslissende fase. Dus er zijn geen excuses van hij moet weer ritme opdoen, hij moet weer... heeft tijd nodig. Ik moet er gewoon meteen staan en ja, er zijn nog een paar schoonheidsfoutjes, zeg maar, die... of momentjes die er gewoon uit moeten en ik weet dat gewoon gaat lukken de komende wedstrijden en ik moet gewoon zo doorgaan. Dat komt goed. Je hebt relatie over de vorige ronde en ja, was er misschien weer sprake van onderschatting bij Anderlecht? Nee, zeker niet. Je staat in de kwartfinale van de Conference League, dus ja, wij zijn er op een bepaalde manier gekomen, een bepaalde weg en dat zijn zij ook en zij hebben volgens mij ook niet de minste tegenstanders uitgeschakeld, dus onderschatting zeker niet. Even later schoof trainer Pascal Jansen aan bij de persconferentie en dit is wat hij te vertellen had over het optreden van AZ. En de fase, met name het begin van die tweede helft, sterker op het veld, op het middenveld, komen niet echt tot grote kansen. Is dat een probleem op het moment? Ja, dat denk ik wel. Op dit moment scoren we niet zo makkelijk. Het is helaas een repeterend verhaal van de laatste wedstrijden in de Eredivisie ook. Daar hebben we nog wel iets grotere kansen nog bij elkaar gespeeld. Maar ook vandaag zaten er volgens mij nog wel 2, 3 mogelijkheden tussen die in normale doen gewoon tussen de palen gaan. Kijk, je kunt aanvallend misschien wel eens wat minder in vorm zijn of niet je dag hebben. Maar dan is het wel zaak dat je gewoon resoluut blijft verdedigen. Daar ga ik absoluut met je in mee. En daar zien we bij de eerste goal zien we daar niet goed uit. Verdedigen we niet goed. De tweede goal kunnen we eerder neutraliseren. En dan nemen we toch onnodig het risico dat we dichter bij de goal eindigen. Ja, en dan schiet die jongen van Anderlecht hem goed binnen. Maar het zijn twee momenten die ons helaas vandaag heel veel pijn hebben gedaan. Ja, het is nu met die 2-0 achterstand wel lastig om nog terug te komen in Alkmaar volgende week. Hoe denk je dat dat ervoor staat? Nou ja, dat is zeker waar dat je 2 goals achter staat nu. En het was lekker geweest als je in ieder geval 1 goal had gemaakt vandaag. Dan was de marge weer wat kleiner. Maar we hebben net ook in de kleedkamer op het einde, ondanks de frustratie, wel gewoon tegen elkaar gezegd, jongens, we gaan ze pakken in Alkmaar donderdag. En ja, we moeten gewoon zorgen dat we snel een goal maken, denk ik. En ja, dan het publiek erachter krijgen. En dan kunnen nog mooie dingen gebeuren, denk ik. Dan kunnen we weer zo'n affiche als Lazio beleven. Ja, dat hoop ik wel, ja.